Ja, vandaag is het de dag. Vandaag is het de dag dat onze Jules naar huis mag. Aha! Maar hij gaat niet naar huis. Wel ja, hij gaat wel uit het ziekenhuis, maar hij gaat niet naar huis. Dat komt omdat Jolien hier, intussen tijd is het al 2 weken en een half geleden, bevallen is van Jules in Torrevieja, helemaal onverwachts, 6 weken te vroeg. Maar gelukkig gaat het nu helemaal goed met hem. Hij heeft eventjes het... Hij was natuurlijk niet 100% gezond toen dat hij eruit kwam. Hè, en dat bedoel ik niet meer dat hij iets heel ernstig heeft. Maar ja, goed, zo'n babytje, zijn longetjes moeten nog verder ontwikkelen. Zijn maagje moet groter worden. En dat moet klaar zijn om voor de echte wereld ook uiteindelijk. Hè. Zo'n prematuurtje, dat heeft graag nog... Ja, dat zit graag nog bij jou. En dat is eigenlijk... Ja, nu nog niet rijp om al in de gewone wereld te leven. Maar toch, die jongen die doet dat wel, hè. En hij doet dat super, echt waar. Hij ligt heel mooi in zijn bedje. Hij eet braaf zijn melkje bij mama en ook uit flesje. Dus dat is echt super. Dat is echt ook heel mooi om te zien hoe dat zo'n kind zich zomaar plots aanpast van uit de buik en dan plotseling in de echte wereld te zijn. Dat is iets wonderbaarlijks eigenlijk. Ik kan dat gevoel niet beschrijven. Ik denk dat iedere papa, iedere mama dit gevoel wel zal herkennen. Maar als je zelf geen kinderen hebt, dat je dat gevoel moeilijk kan vatten wat dat met je doet. Het lijkt wel alsof er in mijn hoofd een nieuw deurtje is opengegaan sinds de dag dat ik Jules uit de mama zag komen. Dan is er zo gelijk een nieuw deurtje opengegaan en een kamer vol nieuwigheden allemaal. Die ik allemaal leuk vind en dat ik plots allemaal veel interessanter vind dan voorheen. Dat is iets, ja, onbeschrijfelijk. Ik denk dat je kinderen moet hebben om dat te verstaan wat ik nu aan het proberen uit te leggen ben. Goed, we gaan naar onze Jules. Het is echt genoeg geweest. Hij mag uit het ziekenhuis. Hij is trouwens ook 100% gezond verklaard gisteren door de dokter. Dus dat is allemaal zo fijn. Dat is allemaal zo goed nieuws. Kijk er naar uit. Jij ook? Ik ook. We gaan hem aanhalen. Je mag bijna naar huis, hoor. De dokter is jouw rapport aan het schrijven. En dan mag jij met grote onderscheiding het ziekenhuis verlaten. Ik ben toch eventjes nog een beetje aan het wandelen, want ze worden een beetje zenuwachtig en van in dat ziekenhuis te zitten wachten zo, tot wanneer de dokter komt om hem te ontslaan, dat duurt toch wel eventjes. We hebben samen een lijstje gemaakt met allemaal zaken die we nog willen vragen aan de dokter vooraleer dat we hem meenemen. Ja. Het lijstje is niet zo heel lang, maar ja, toch, het is toch allemaal wat spannend. Wacht hoor, dus even goed, wanneer en hoe moet je zijn flesje opwarmen? Hoe lang? Welke vaccinaties heeft hij allemaal al gehad? Ja, hoe kunnen we zijn naveltje een beetje verzorgen? Want zijn navel is er ook afgevallen. Ja. Welke temperatuur mogen we het maken in de auto? Welke temperatuur moet hij hebben? Ja, welke inentingen? Ja, dat heb je net al gezegd. Dus zo die zaken gaan we eerst nog vragen en dan neem je bij mee. Ja. En dan zijn we er klaar voor, hè? Ik denk het wel. Ik hoop dat de dokter er nu al is. Dat gaan we nu normaal zien wel. We zijn een uurtje verder, dus... Maar hij gaat hier wel zijn. Het heeft lang geduurd, maar plotseling moest het allemaal heel snel gaan. Hij werd Jules in zijn stoel gezet. Ja. Waar hij ook mee zal vervoerd worden naar het huisje waar we hem nu brengen. Ja. Zijn eerste vakantiehuis. Hij vindt het denk ik wel eigenlijk leuk in zijn Cybex stoel. Denk het ook. Het is een mooi kampje voor als we straks buiten komen. Zodat hij in de zon kan. Yes. Nee. There we go. Finally. Hij weegt al wat, hoor. Ik kan hier al een sterke arm van krijgen. Ja, is goed. Oh, kijk eens. Papa kan alweer fitnessen. Arme Jules, zegt hij. En hier zitten we dan. Ik ben vanachter bij onze Jules gaan zitten. Hij is voorlopig nog mooi aan het slapen. Dus we gaan het ook zo laten. En nu gaan we dus richting ons vakantieappartement. Spannend zo trouwens. En kijk eens hoe braaf hij hier ligt. Eerste keer in de auto. Oh, schatje toch. Dag ziekenhuis. Hopelijk tot nooit meer. Het was leuk, maar veel te lang. Ja, het was leuk, maar veel te lang inderdaad. Maar we hebben wel een heel mooi schatje wel voor in de plek, hè? Ja, mooi. Liefje. Hij is echt mooi aan het slapen, hoor.
Hey, we zijn ermee thuis geraakt, hè. Heel veilig en wel. En we hebben hem hier mooi een bedje gegeven, zo. Tijdelijk, hè? Tijdelijk, met de Spaanse vlag erbij. Ja. Hij ligt mooi te slapen nu bij ons. Oh, wat een mooi moment, hè. Mm-hmm. Wat ben je nu aan het doen? En probeer zijn tutje aan het vastmaken aan een doekje, maar dat lukt precies niet. Er is nog veel uitzoeken, precies. Ja, het zal gewoon zo blijven. Ja, we hebben net zelf eventjes snel iets gegeten, terwijl onze Jules hier een beetje aan het wat, ja, spelen was hier in zijn babynestje. En net heb ik onze Jules de borst gegeven. Dat is gewoon echt keifijn om dat te kunnen doen hier gewoon in een relaxed omgeving. Gewoon een zetel zonder mondkapje, zonder zo dat blauwe jasje. Zonder de hele tijd andere mensen die de hele tijd binnenkomen. Dat is echt gewoon keileuk. En papa heeft net ook nog een flesje gegeven. En onze Jules vond dat heel fijn en heel lekker. Dus onze Jules die krijgt dus borstvoeding en nog een flesje om bij te voeden. Ja, en hij heeft zijn flesje volledig op, hè? Ja, moet je kijken. Je ziet hem hier genieten, meneerke. Niet hem hier genieten. Oei, hij is een beetje moe, hè. Ja, een beetje moe, waarom gaan we eten nu? Ik denk dat mama en papa ook een beetje gaan slapen, hè. Klein dutje gaan doen, hè. Wat denk je? Slapen dan onze Jules slaapt. Ja, dan doen wij Jules een beetje een babymassage, zo, hè. Oh. Onze Jules, mama en papa hebben net eventjes nog even een kort dutje gedaan. Samen met me, ze waren allemaal samen gezellig en ik in het bedje gaan liggen. Dat lijkt gewoon zalig. Even goed met ons drietjes. Maar onze Jules heeft net terug opnieuw eten gehad. Maar mama en papa hebben ook honger. Dus ja, we zijn hier dus nu aan het kokkerellen, ja. Hier in de keuken. Terwijl echt Jules ook weer lekker vuilig te slapen. Ja. Zalig eigenlijk. Het is echt wel een heel braaf kindje. We zijn eigenlijk al bij hem sinds al nu 12 uur. We hebben nog geen enkele keer horen eigenlijk wenen. Nee. Volgens mij zijn wij gewoon dus eigenlijk de weenfunctie vergeten erop te zetten. Oh. Ja. Nee, ja, ik vind dat eigenlijk zo erg. Aan en uit knopje voor vergeten, denk ik. Ik vind dat echt niet erg. Nee. Ik vind het ook leuk, denk ik wel, bij ons. Je ziet hem echt wel zo genieten van, ja, blij dat mama en papa er zijn. En wij genieten er ook echt heel erg hard van. Echt zalig gewoon. Ja, we gaan hem straks nog eens wakker maken, hè, om te eten. Hè. Ja. Allee, we moeten hem eigenlijk niet wakker maken van de dokter, maar toch, ja, ja. Misschien wel honger. Ja, daarmee, we vinden het wel belangrijk dat hij toch wel gereeld toch wel blijft tijdens eten, dat hij toch wel heel goed ook op gewicht komt. Hij heeft al heel veel gegeten, dus ik denk dat hij nu wel een tijdje wat voort kan. Maar toch, ja, we gaan hem toch wel straks, als wij hebben gegeten, gaan we even kijken of hij dan toch al niet terug wakker wil worden. Om dan opnieuw eigenlijk te eten. Trouwens, we hebben gisteren ook nog snel nog een compacte buggy nog aangekocht. Hier zie je hem staan. Het is echt een super compact model. Hij kan ook plat liggen, ideaal voor newborns. We hebben ook nog, ook nog een keer een klein kussentje ervoor, maar dat moeten we er nog in doen. Maar het zou net eigenlijk ietsje handiger, denk ik, om nu hier nog een keer mee rond te rijden. Tegenover de hele tijd onze draagmand van Cybex te dragen. Dus ik dacht, dat is wel handig voor toch ook nog even met de kinderwagen, hé. Kijk er al naar uit eigenlijk om hem erin te leggen, om er mee rond te wandelen. Goedemorgen. Allee, het is al goede avond eigenlijk, hè. Het is nu 9 uur. En ons Juleke is zo stuiletjes aan wakker aan het worden hier, hè. Zijn mooie gecreëerde bedje hier. Ja. Hé, hey, hij ligt hier mooi, hè. Ja, schatje. Net een nieuw luiertje van papa gehad, hè. Net een nieuwe luier aangedaan. En nu ligt hij hier mooi met zijn armpjes omhoog te genieten. Ah, lekker. Nu gaat hij een beetje eten bij mama zeker, ja. Hè? Ah, goedemorgen iedereen. Bedankt om weer te kijken naar deze toch wel weer mijlpaal video. Jules die naar huis, alleen naar huis, uit het ziekenhuis mocht. En nu naar het vakantiehuis mocht. Zijn allereerste vakantie met mama en papa ook nog eens. Ja. Wat leuk, hè? Wat fantastisch eigenlijk. Hè? Een heel zalig gevoel. En ja, ik vind dat Jules het echt goed doet. En tot nog toe nog altijd niet geweend. Hè? Nee. Zeg, wat moeten wij doen om jou eens te laten wenen? Ik denk dat we weer eens nog even de Duracell batterij nog moeten wenen. Ik denk dat die gaat wenen wanneer die terug naar België moet. In de regen. Ja, dan gaat hij misschien een beetje wenen. Want dan zegt hij, oh, ik wil zo graag terug op vakantie gaan. Ja. Was daar zo graag. Ja. Bedankt om te kijken, hè. En tot morgen. Morgen is wel een heel speciale dag. Ah, ja. Morgen zijn wij 7 jaar samen. Dus dat gaan we vieren samen met onze Jules erbij. Ja. Tot morgen.
Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.